Vandaag de dag worden we om de oren geslaan met nieuwe ideeën rond organiseren en leiderschap. Reinventing Organization van Lalou, Semco-stijl, terug naar de bedoeling van Maarten het Hart, Freedom, onszelf bevrijden van het juk van de hiërarchie, of Aslander, de easycratie. En om nu een zin te citeren uit zijn laatste boek, Nooit Af, kun je merken dat we aan de vooravond staan van een revolutie in hoe dat we samenwerkingsverbanden organiseren. De meeste organisaties zoals we die nu kennen zullen verdwijnen. Ze zullen veranderen in zwermen waarin mensen gelegenheidssamenwerkingsverbanden hebben. Netwerken van mensen die allicht via internet platforms zullen georganiseerd worden. Heel mooi en inspirerend die revolutionaire ideeën. Ik kijk naar ontwikkeling, hoe dat we vandaag de dag bezig zijn. In organisaties is er nog veel hiërarchie. Er zijn vakjes, er zijn disciplines. Er wordt gemeten, er is resultaatgerichtheid. En dan vraag ik me af, vanuit ontwikkeling bekeken, wat is nu de volgende stap die we te zetten hebben, één stap verder, die dan later misschien in die nieuwe situatie komt van zelfsturende teams en zo. Wel, volgens mij de stap die we te nemen hebben, is leiderschap meer te verrijken met menselijke factoren, met nieuwe patronen van processen begeleiden. Op dit moment zijn leidinggevenden vaak nog resultaatgericht en actiegericht bezig. Wel, dat mag behouden blijven. Een echte leidinggevende die zet kaders uit, die heeft een visie, die zal voorwaarden scheppen. En mijn voorstel is om coaching toe te voegen. En het coachende is niet zomaar een hype van coachend leiderschap, maar een nieuw patroon van leiderschap. Coachend leiderschap is het samenkomen van die zuivere vorm van dat leiden, kaders, visie, meetpunten, voorwaarden scheppen. En het coachende is in de ontmoeting gaan. Kijken wat er gebeurt op de afdeling. Je kwetsbaar durven opstellen, reflecteren, samen onderzoek doen. Coaching is niet te begrijpen als taakgericht, resultaatgericht bezig zijn. Coaching is nieuwe patronen van leiderschap. Leiderschap gebaseerd op kijken, op voelen, op dialoog, op reflectie. Dat is voor veel leidinggevenden erg nieuw. En de eerste plek om eigenlijk dat te leren kennen, is met zelfontwikkeling bezig te zijn. Coaching is niet een proces dat buiten jezelf ligt. Om dat goed te doen, heb je een hart nodig. En je hart is eigenlijk je eigen ontwikkeling als leidinggevende bekijken. Gelukkig lukt zijn veel leidinggevenden vandaag de dag ook vragen de partij om gecoacht te worden. En zij bekijken graag hun eigen ontwikkeling. Ze doen een 360 graden feedback. Ze maken hun kernkwaliteit, hun valkuil, het kernkwadrant van Hofman. Ze leren hun waarden kennen. Ze leren hun patronen kennen. Ze leren kennen hoe ze overkomen bij andere mensen. Erg boeiend om mee bezig te zijn. En dan de volgende stap, als je met je eigen ontwikkeling aan de slag gaat en je ook zelfvertrouwen vindt in je eigen ontwikkeling en je kwetsbaar kunt opstellen, is dan in de ontmoeting te gaan met je medewerkers en samen te gaan reflecteren. Als we dat coachend leiderschap, die twee vormen, dat coachen en dat leiden, samenbrengen, dan gaan we eigenlijk een volgende stap nemen in onze organisatie, die dan zal evolueren in de richting van die zelfsturende teams. Coachend leiderschap is een heel mooi model om een volgende stap te nemen. Begin bij jezelf, je eigen ontwikkeling ter harte te nemen.